Wow, couple goals. En jij zei Gio, wie is dat? Wist je dat die TikTok helemaal rond is gegaan? Oh. Ja, maar kijk, dat is... Oh, ik Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Vandaag is een hele aparte vlog, want ik zelf had geen tijd dus om een vlog op te nemen. Dus Jade die neemt vandaag de vlog over en jullie gaan zien hoe zij het ervan afgebracht heeft. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb namelijk een opname bedacht met Defensie, dus Jade gaat alles uit handen nemen. Dus veel kijkplezier naar de vlog. Abonneer op Jade kanaal. Op hoeveel abonnees zit je? Bijna 200.000. Oeh, bijna. Nou, abonneer op Jade kanaal en dan gaan jullie nu de vlog zien. Later! Goedemorgen allemaal en welkom weer terug bij... Nee, dit is niet hoe Gio's video opent. Maar ik heb haast en ik weet niet hoe die hem wel opent. Wat ik wilde zeggen. Gio is vandaag op opnames van Defensie. Ik weet niet of ik mag zeggen, maar hierbij, daar is hij. En daar kan hij de hele dag niet filmen. En hij heeft echt opnames. Hij is om 7 uur 's ochtends begonnen. Voor het eerst is hij eerder wakker dan dat ik wakker ben. En dat heeft hij de hele dag. Ik moet nu naar school toe om mijn enige les van vandaag te volgen. Oh ja, ik heb gisteren mijn haar roze geverfd. Niet als 1 april grap, gewoon omdat ik het leuk vond. En ja. Geen idee wat jullie ervan vinden. Anyways. Spreek jullie zo. Ik ben nu eventjes aan het wachten op een. Ik ben nu eventjes aan het wachten op een vriendin van mij die ik elke ochtend ophaal. Want. Nee, dit is kut. Ik ben even aan het wachten op een vriendin van mij. Want dan gaan we samen naar school toe. Blijkbaar ben ik toch niet zo laat als dat ik dacht. En als ik zo naar mijn roze haar kijk. Wow, I'm digging the look. Normaal doe ik ook nooit mijn make-up of zo voor school, want daar ben ik veel te lui voor. Maar met dit roze haar moest het wel. Ik ben klaar met mijn les en ik zeg dus echt al 2 weken dat ik door de wasstraat moet met Nick. Nick is trouwens mijn brommobiel, voor degene die het niet weten. Maar ik durf het gewoon niet, omdat ik het zo eng vind. Ik ben sowieso bang dat ik zeg maar naast de band rij of zo. Dit zijn echt problems. Gewoon de eerste keer dat ik door de wasstraat ging was met Gio en toen had hij dat voor mij gedaan. Ik ga jullie meenemen in dit proces. Dit gaat namelijk helemaal mis. Laat je staan. Hè? Laat je staan. Weet je niet. Welkom moet je doen. Hoi. Oh, laat me nu mijn raam dicht doen. Oh mijn god, Amy. Hoe ga ik op die band komen? Rustig blijven, rustig blijven. Ja, rustig. Jij maakt mij alleen maar bang. Oh. Nee, ik maak mezelf eigenlijk bang. Oké, nu moet je eerst in het veld, hè? Ja. Wat hè? Ik sta. Zijn raam dicht. Jij zegt ook gewoon dat ik jouw zenuwen. Ik vind het heel eng. Zit alles op. Kijk, de vorige keer dat ik dus door de wasstraat ging, toen ging de hele motorkap zo. Dat het hele ding van plastic is. Ja. Oké. Het lijkt hier dus naar binnen, maar ik heb geen idee. Het komt vanaf daar. Maar hoe? Ik denk dat deze deur niet goed dicht zat. Ik denk het ook, maar. Kijk. Gewoon goed dicht gedaan. Oh, nu blijft het wel binnen. Nou, we zijn bijna klaar. Tijd om stof te gaan zuigen. Nou, de vorige keer lukte dit niet. Oh, allemaal mensen kijken me aan. Dat vind ik ongemakkelijk. Ik ga mijn camera weg doen, want ik ben al het enige meisje hier. Handschoen aan en een mondkapje op. Je bent helemaal ready. Ik ben ready, kom op. Nu ik nog. Kijk, Nick is weer helemaal mooi. Helemaal glanzend weer. En de binnenkant is helemaal schoongemaakt. Nou, het is zo goed als nieuw weer. Oké, ik ben eventjes mijn tas aan het inpakken om mee te nemen naar Gio. Eigenlijk hoef ik niet heel veel mee, maar dat doe ik toch. Noora en mijn vader brengen mij zo meteen daar naartoe. Maar kijk, mijn kamer. I'm not proud of this. De mensen die mijn eigen vlogs kijken, die weten inmiddels dat ik altijd alles vergeet. Maar hallo, ik ben Jade en ik ben net weggegaan zonder camera. Dus we zijn hem gaan halen. Hey, niet rijden, niet rijden al. Hallo. Hallo. Wat vind jij van mijn roze haar? Nou, ik heb er nooit iets langs gezien. Oké, dankjewel. Super, bedankt. Het dagelijkse ritueel is weer aangekomen. Starbucks halen. Ik moet daar echt mee kappen. Maar ik doe het echt al veel minder. I'm very proud of myself. Oh mijn god, ik laat bijna mijn telefoon op de auto liggen. Maar we gaan eventjes boodschappen doen. Hoe was je Starbucks? Top. Wat had je eigenlijk? Ja, thee. Zullen we het gewoon op het dak laten staan en dan wegrijden? 1,5 liter thee met een zakje erin. Er is hier dus ook markt en ik ben hier echt nog nooit geweest. Maar zullen we Noora opsluiten? Oké, nee, wij gaan eventjes de appie in. Ik zag dus laatst iemand en die noemde het dus niet de appie. En dat ze het raar vonden als mensen het de appie noemen. Maar jij noemt het ook even de appie? Ja, tuurlijk. Of de aha, nee. Gewoon de appie. Nee, appie. Pap. Oh, we hebben een boodschap gedaan. Ik doe even je telefoon hier. Maar weet je nog dat de vorige keer dat ik Gio's vlog over moest nemen...
toen zei ik van, oh, volgens mij ga ik zo naar Gio of zo. Ik weet niet meer wat ik zei. En dat jij het zei, Gio, wie is dat? Wist je dat die TikTok helemaal rond is gegaan? Ik ben vandaag Gio's vlog aan het overnemen. Wie? Gio's vlog is dit. Wie? Gio? Gido. Nou, ja, mijn oma noemt Gio dus Chido. Ik zag nog zeg maar echt een maand geleden of zo zag ik een TikTok voorbij komen met dat het helemaal rondging dat jij zei van oh, ik weet niet wie Gio is hoor. Dat zou best kunnen, ja, maar ik wist niet eens dat er een TikTok van was. Maar het was niet echt op een goede manier om te gaan. Toch? Nee, dat niet. Dat was echt zo van, ja, hij weet niet wie Gio is. Kijk hoe weinig jaren het deelt en zo. Het ging helemaal rond, zeg maar. De grap werd niet echt gewaardeerd. Maar weet je ondertussen wel dus wie Gio is? Dus ik dacht serieus een leuke grap te maken en dat ging fout. Ja. Nou ja, dat laten we weer zien of er humor in onze familie zit. Ja. Echt, tudum tudum, niks. Gekhuis. Tudum tudum. Hoor, dat maar wanneer was dat? Want volgens mij kende ik Gio stiekem toch wel een beetje. Ja, dat is denk ik... Hij woont toch in Haarlem? Hij heeft toch zo'n BMW? Ja, ja, klopt. Ja, ja, nou, zeker. Hij is acteur ook. Ja, hij speelt in Onderweg naar Morgen. Oh, ja, zeker. Dus, de grappen worden nu echt te slecht. Echt een serieus goede grap, hoor. Krijg je weer zo'n hele edit. Zoals, ja, dus vader vindt dat Vincent en Jade de leuker bij elkaar. Oh. Ja. Oh, ja, mensen vinden Vincent en mij leuker bij elkaar. Dat snap ik. Helemaal niet. Dat is dan logisch. Had gekund, ja. Iedereen hoopt dat Noora met Vincent krijgt. Wat zou je daarvan vinden? Als Vincent je schoonzoon is. Vincent vind ik een serieus leuke pik. Vind ik een goeie gozer. Oh, oké. Okay. Heeft een serieus nee. Oh. Kap. Kut. Inmiddels aangekomen bij Gio thuis. Zijn ouders zijn er ook. Maar... Ik moet even het hek opendraaien. Even kijken hoe we dit gaan doen. Ik ga even hier de camera neerzetten op Marcel's auto. En nu is er nog één probleem. Marcel's auto moet even aan de kant. Anders komt er niemand doorheen. En misschien is het verstandig om een sleutels mee te nemen. Gio is ondertussen aangekomen. Maar die zit, even kijken, daar op de bank niks te doen. En ik mag hem niet storen, want hij is aan het editen. Aangezien hij vandaag de hele dag weg was. Maar ondertussen ben ik aan het koken met papa. We zijn noedels aan het maken. Dus ik ben bezig met de kip. En jij bent bezig met het andere deel. En Louise en Marcel zijn daar even een beetje het huis aan het schoonmaken. Dat is stand van zaken. Het eten is klaar, want dus is Fapsivans aangekomen. Ik ben Gio's vlog de hele dag weer aan het overnemen. Echt? Ja. Holy shit. Ja, ik moet zeggen, dat vind ik altijd zo goed. Wat ben jij, bruin? Ja. Thanks. Nee, ik heb in de zon hier geschenen, dus dan ben ik weer bruin. Nou, wat fijn. Dat gaat snel. En moet je kijken. Ja. Wow. Koppelgoals. Goed pak. Goed pak. Heb jij hem nou ook? Ja, deze heb ik ook, volgens mij. Ik heb hem ook. Wat leuk. Ze een keer allemaal aandoen. Met z'n allen doen. Ze doen een trio. Gio? Oh, sorry, pap. Zo, vanaf dit moment is de vlog weer van mij. Hallo allemaal. Nee, wij willen het allemaal niet op. Wij willen niet in beeld. Kan je met zo blurren de hele video? Ja, ik wil ook echt niet op. Nee, waar zijn we mee? Ik krijg zoveel problemen met... Oké, maar dan mag ook iedereen nu gelijk mijn huis uit. Ik kan niet meer normaal op straat. Ik weet best je huis uit, maar hoe kom je dan naar je views? Oh, zo gemeen ben jij. En kijk eens even ook nog hoe het thuiskomen is. De katten hebben blijkbaar hier de etensbak, of tenminste de eetzak, gewoon helemaal onder de trap opengeritst. En dit ook! Die ook. Wow, joh. Terwijl ze gewoon letterlijk hier een hele volle bak hebben staan. Yeah. Kan je nagaan waarom ze zo dik zijn? Ze eten gewoon veel meer dan dat ze moeten. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh. Jade heeft vandaag de vlog overgenomen, jongens. Maar ik had dus opnames bij Defensie de hele dag. Ik heb de hele dag militairen achter me aangehad. Het was bizar. Maar ik leef nog. Ik ben niet kapot geschoten. Dat vind je jammer, hè? Grab je. Oh, het is wel weer lekker om thuis te zijn. Ik ben heel benieuwd hoe Jade het gedaan heeft, want ik heb het nog niet gezien. Ik vond het wel echt leuk. Ja? Ja, maar jij vindt alles aan Jade leuk. Ja, maar... Volgens mij, kom eens. Volgens mij... Dit is een momentenwilde. Ja. 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 Zullen wij dat dan ook zeggen, inderdaad? Niet dos nada. Oké, nee. Noora en ik... Nee, maar kijk... Oh, ik kom... Hij heeft gewoon met je zus gezoomd. Oh, die... Nee, maar wat wilden jullie zeggen? Nee. Nee, niks. Jullie gaan het nu niet meer zeggen.
Mijn teen. Dit volgens mij meer pijn dan jou. Ja, er gaan dus allemaal TikToks rond dat mensen dat ook kijkers voor mij. Dat ze jullie shippen. Dus ja, ik zou jullie ook wel een cute koppel vinden. Maar dan ga ik wel met Noora vandoor. Dan heb ik tenminste wel iemand van 18 plus. Ik denk ook inderdaad, ik ga weer meedenken. Ja, kom, let's go. Waar zijn de chicks? Ja, leuk jongens, leuk. Grapjes. Sketch. Oh, en wat is het dan weer mooi als de tuinverlichting is aangegaan. Kijk eens even. Het heeft een beetje geregend buiten, maar het is alweer donker aan het worden. Hey bro, even tussen ons. Vind je Jade leuk of... Nee, zeker niet. Gewoon helemaal niet. Nee, helemaal niet. Lekker. Ik ook niet. Jade? Ik heb zo'n gave foto van jullie gekregen voor een aanbouw. Met het zwembad om daar dus te doen, want dat is dus de vleugel waar het waarschijnlijk gaat komen. Check deze foto. Dit ziet er wel echt ontiegelijk dik uit. Om dat dan een beetje in de stijl van het huis te maken. Het ziet er wel echt heel gaaf uit. Oh, heel het huis is schoongemaakt vandaag. Wat lekker. Kijk eens. Oh, wat chill. Kom jij het weer vies maken, schatje? Kom jij het weer even helemaal vies maken? Alles is hier net echt helemaal gestofzuigd. Komt die kat weer. Kijk hoe netjes het hier is nu. Allemaal jouw haren komen straks weer erop, gek. Ik ga even snel douchen en Snip gaat in bad. Succes! Woe! Oh. Zo lekker net onder de douche uit. Jongens en meiden, ik hoop trouwens dat jullie begrijpen dat het natuurlijk allemaal maar grapjes zijn over Vincent en Jade en wat dan ook. Maar het viel ons wel op, die TikToks. Lekker ding. Hallo. Ik ben mijn vlog aan het kijken. Ben je mijn vlog aan het kijken? Ja. Oh, echt een fangirl. Kijk eens, zelfs deze kamer hier is helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Wat heb ik toch een topmoeder, hè? Wow, dit valt me ook op. En deze schoenenrek hier. Wat? Lekker hoor. Zoals jullie zagen, vandaag had Jade natuurlijk de vlog overgenomen. Jade heeft nog nooit gevlogd met deze camera trouwens. Vind ik ook echt vreselijk. Pak hem eens beet. Pak hem eens even. Ik heb echt gevoel dat ik mezelf pleeg. Ik krijg oprecht, ik denk dat als ik hem langer dan 10 seconden houd, mijn hele arm zo gaat trillen gewoon. Hou vast. Goedemorgen jongens en meiden. Nee, ten eerste zou ik hem dan al zo vasthouden, denk ik. Ik ben wel echt benieuwd wat je allemaal weer verteld hebt in de vlog. Ja, niet heel veel bijzonders eigenlijk. Ze heeft de nagels helemaal roze gemaakt. En de haar roze, maar dat zie je nu niet zo goed in dit licht. En de roze kettingen. Zo. Ik heb echt 2 hele slopende dagen gehad, niet normaal. Dus de vlogs waren misschien even wat anders. Het waren echt ontiegelijk lange dagen, maar ik kon er heel weinig van filmen. Maar nu is het even lekker tijd om te chillen. Kijk hoe mooi zo'n open haartje, de aquarium daar, die weer helemaal schoongemaakt is. Zo, check even dat mooie blauwe verlichting. Ik ben dus vandaag geappt, vandaag is het schoongemaakt zoals ik al zei, maar ik ben dus geappt door Aqua Deco. En ze zeiden dat de volgende week waarschijnlijk zo'n enge krab als dit inkomt. Het lijkt wel een soort van monster ook uit de diepe zee. Het ziet er echt heel goed uit, maar ook wel gaaf om die dan straks hierin te hebben. En kunnen jullie nog die wormen herinneren? Die wormen die erin zaten? Die krab eet dus blijkbaar die wormen. Dus het zijn echt allebei verschrikkelijke beesten, maar... Die komen er dus in. Terug in de badkamer. Jongens en meiden. Ik sluit elke keer mijn vlog af in de badkamer, merk ik weer. Dat is automatisme, omdat ik natuurlijk elke dag hier de dag eindig, eigenlijk. Dus, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 6:30 is er uiteraard weer een lange vlog online. Vandaag was volgens mij iets korter, maar ik hoop dat jullie dat een stukje leuk vonden. Ik ben trots op jou. Ja? Ja, goed gedaan. Dank je. Maar, nu mag Jade dus de vlog gaan afsluiten. Nee, dus kom maar hier. Nee. Nee, niet? Nee, liever niet. Oké, nou jongens, dan ga ik het lekker afsluiten. Tot morgen om 6:30 bij weer een nieuwe vlog. Morgen gaan we weer nieuwe dingen doen. Maar nu gaan we lekker slapen, want ik ben helemaal kapot. Niet normaal. 2 hele drukke dagen gehad. En morgen is gelukkig weer wat rustiger. Dus, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg, later!